En leerlingen en leerkrachten van de Sint Aloysius School krijgen vanaf de komende week deskundige begeleiding van psycholoog Harry Mungra. Dit omdat zij het tragisch ongeval van een leerkracht van dichtbij hebben meegemaakt. De juffrouw heeft volgens bronnen na een heftige woordenwisseling met een scholier een hartaanval gekregen. Op weg naar de spoedeisende hulp kwam ze te overlijden. Het bestuur van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, heeft zich vandaag gebogen over deze kwestie. Er is besloten om zowel de leerlingen als de leerkrachten van de school een hart onder de riem te steken. We zeggen dat we onze collega's niet zo kunnen laten. We moeten die ondersteuning bieden. Het is een traumatisch gebeuren op die school, dus je moet iets doen. Wat we ook gemeend hebben, wat gaan we in de toekomst doen als een dergelijk geval zich voordoet? We gaan ons buigen erover en kijken als leerkrachten getraind kunnen worden wat een korte EHBO-training betreft. Want dat moet gewoon kunnen. Voordat de ambulance komt, moet jij als leerkracht al enkele stappen kunnen maken totdat de ambulance is aangekomen. Toch? Dus dat is ons voorstel. Het bestuur van de bond gaat zich inzetten voor meer trainingen op het gebied van omgaan met leerlingen. Voorzitter Bernice ter Beek zegt dat dit onderdeel nu meer dan ooit noodzakelijk is. We moeten leerkrachten meer gaan trainen hieromtrent. Toch, hoe ga je ermee om? Hoe ga je om met je emotie? Want dat is belangrijk. Soms moeten we zaken vanuit een nuchter kant bekijken. Je mag je opwinden, maar hoe? Dus als bond moeten wij dan gaan kijken, in samenwerking misschien met die werkgever of met het ministerie, hoe kunnen we leerkrachten nog meer gaan trainen? Je moet die tools binnen zijn huis hebben. Want dat hebben we niet binnen onze opleiding gehad. Hoe moet je omgaan met een ongewenst gedrag? Want de kinderen van tegenwoordig verschillen hemelsbreed met de kinderen van toen. Toen was het respecter, toch? Ik weet nog, mijn moeder ging naar school en ook al had een leerkracht iets gezegd, dat respect was er. Maar tegenwoordig, wanneer leerlingen iets zeggen, of een leerkracht zegt iets tegen je, leerkracht zegt A, leerling wil B zeggen. Moeten wij als leerkrachten ook opgewassen zijn tegen deze dingen. Zonder een mensenkind aan te raken. KOB-voorzitter Bernice ter Beek over het voorval op de Sint Aloysius School. Een lerares overleed aan een hartaanval na een ernstige woordenwisseling met een leerling. De bond heeft zich vandaag over deze kwestie gebogen.